Suriname zal op vrijdag 1 februari een andere vorm van audities meemaken, namelijk een Best of the Best Audition Show 2019. Deze show wordt georganiseerd door de stichting SS Music Art Foundation onder leiding van Hiljante Redan. Ze geeft aan spektakel te verwachten op 1 februari. Want we hebben dan de audities, eigenlijk, het is een audition show. De audities voor de internationale scholieren song festivals die gehouden worden de Cayenne en op Guadeloupe. Maar ook voor het Caribbean Gospel Festival. De editie van 1 juni op Curaçao. En we hebben uitgenodigd bij de scholieren bijvoorbeeld. De winnaars van alle talentenjachten en festivals die georganiseerd zijn in 2018. Dus de best. En van die best gaan we die best uitkiezen. Hoe was hun reactie? Ze waren verrast. Uh, ze beginnen een beetje zenuwachtig te worden, zeiden ze. Maar, maar ja, we hebben een heel goed gesprek met ze gehad. Een eerste gesprek. We hebben ze verteld wat er van ze verwacht wordt. Dat we publiek en pers gaan uitnodigen. Er zijn enkele hoogwaardigheidsbekleders ook die we gaan uitnodigen die te maken hebben met jeugd en cultuur. Dus uh, ze zijn goed voorbereid. Mm -hmm. En ook de gospelartiesten. We hebben alle denominaties benaderd met de schrijver. We zijn sinds vorig jaar begonnen aan dat traject. Zodat zij van hun denominatie mensen kunnen sturen. En uh, vandaag gaan we de laatste inschrijvingen krijgen. Dus dan ben ik benieuwd hoeveel dat er worden, want bij de scholieren hebben we in elk geval zes. Redan geeft verder aan dat de toegang tot deze show geheel gratis is. Wel wordt gevraagd dat geïnteresseerden zich vooraf registreren, omdat het CCS waar de show wordt gehouden slechts 300 zitplaatsen heeft. Een deskundige onafhankelijke jury zal op die, daven, zal op die avond naast het zangtalent ook letten op de presentatie. Want het podium in het buitenland is één spektakel. Met choreografieën, met dansscholen erbij. En wij hebben dus een, 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 een inhaalslag te maken, om het zo te zeggen. Dus ze zijn voorbereid dat ze ook een topshow moeten neerzetten. Daarna komt gelijk de groep van de gospelmensen. Daar is er ook een aparte jury voor. En bij hun is echt het, 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 het punt waar het strengst op gelet gaat worden. Hoe is jouw beleving van die boodschap die je gaat overbrengen? Want gospel is een boodschap. We willen uiteindelijk een gospelambassadeur naar Curaçao sturen. En daarna uh, moet de uitslag komen natuurlijk. En dit alles is een beetje ook als... Een, een, een voorbereiding, een volgende stap om echt te proberen dit jaar de festivals ook hier te organiseren. We zijn daar druk mee bezig. Alleen gezien de economische situatie en alles, onze hoofdsponsor bijvoorbeeld voor het Internationaal Gospel Festival, die is komen weg te vallen. Dus we zijn nu bezig met gesprekken voor andere sponsoren, partners, want we willen dat dit jaar echt in Suriname realiseren. Rijdag 1 februari. We starten 6 uur sharp. De inloop is vanaf 5 uur s middags. We hebben daar de best of the best audition show 2019. See you. Suriname doet sinds 2008 mee aan de internationale song festivals de Cayenne en Guadeloupe. En volgens Redan, altijd met goede resultaten aan het Caribbean Song Festival wordt dit jaar voor de vierde keer meegedaan en ook daar zijn er altijd goede resultaten geboekt. Telesuur is de hoofdsponsor voor de Best of the Best audition show vrijdag. Met dit bedrijf worden ook gesprekken gevoerd over hoe de organisatie van het Internationaal Scholieren Songfestival in Suriname te realiseren.